Tijdens zijn lucratieve jaren bij SBS6 was Gerard Joling de grote ster van de zender. Hij werd op vrijwel alle grote shows gezet. Nu hij onder contract staat bij RTL4 zien we hem eigenlijk vrij weinig. En dat is zonde, vindt Tina Nijkamp. De voormalig zenderbaas van SBS6 heeft het idee dat Gerard wordt ondergewaardeerd. Tina pleit ervoor om Gerard meer in te zetten, zeker nu jonge tv-talenten hun shows aan de lopende band zien floppen. Zij schreef deze week op haar analysekanaal, de jonge artiesten Snelle, rapper Donnie en Calvin flopten alle drie met het presenteren van een talentenjacht. Sowieso scoorde het amusement de afgelopen weken op NPO 1, RTL 4 en SBS6 zeer matig. Wordt het niet tijd om de vrijdagavond kijkcijferkoning Gerard Joling weer eens een groot amusementsprogramma te laten presenteren? Gerard vindt dit heel attent van Tina, laat hij weten aan Shownieuws. Het is natuurlijk een ongelofelijk compliment van Tina, want het is wel een dame die echt verstand heeft van televisie. Ik heb natuurlijk mijn toptijd gehad bij SBS6, dat we natuurlijk van alles deden. So you wanna be a popstar, sterren dansen op het ijs, het gewone popstar, wie ben ik? Hij vervolgt, het waren natuurlijk allemaal knallers, move like Michael Jackson. Wat hebben we ermee gedaan? Hole in the wall. We hebben zoveel dingen gedaan. Maar ik zit nu bij RTL en ik weet, RTL heeft heel veel presentatoren, dus ik denk helemaal niet dat ze op mij zitten te wachten. Maar ik zou het natuurlijk wel kunnen. Patty Bart vindt dat we de rol van Gerard in de megahit The Masked Singer niet te klein moeten maken. Nou, maar ja, je moet ook niet vergeten dat bijvoorbeeld bij The Masked Singer is zijn rol. Dat lijkt wel op dat van een jurylid, maar zijn rol is echt heel erg groot. Want hij brengt natuurlijk wel overal de show. Collega Bart Ettekoven zou het leuk vinden om meer Gerard te zien. Ik hoop het wel. Het zou wel weer leuk zijn om hem op een vrijdag of een zaterdagavond grote show te zien. Met veel veren en lekker amusement.